Hey! Deze lamp, deze kroon zoals hij eigenlijk genoemd wordt, is gemaakt door de ontwerper Jan IJsseleuvel, die actief was gedurende het eigenlijk vooral de eerste kwart van de 20e eeuw. Jan IJsseleuvel is een ongelooflijk interessante ontwerper, omdat hij gedurende zijn carrière een hele grote ommezwaai heeft gemaakt eigenlijk. Want hij is begonnen als een hele sociaal bewuste ontwerper die echt dingen wilde maken voor gewone mensen, voor mensen, dingen die iedereen zou kunnen betalen, eenvoudige dingen die er heel simpel uitzagen. En dat alles met het idee om op die manier kunst en schoonheid onder het volk te brengen. Rond 1910 veranderde hij heel erg van opvatting en werd hij niet een ontwerper, maar werd hij echt een kunstenaar. Hij zag zichzelf echt als een kunstenaar en ging hij vanaf die tijd ontwerpen maken voor mensen met heel erg veel geld. Na een kleine 10 jaar kwam hij in contact met de Rotterdamse reder Goudriaan, Albert Goudriaan. Goudriaan die was hier in Rotterdam werkzaam, was met de booming van de Rotterdamse haven, was hij meegegaan en had zich geleidelijk aan ontwikkeld tot een van de allerrijkste mensen van Rotterdam. Hij was puissant rijk. En vanaf ongeveer 1918 tot 1926 was deze Goudriaan echt de mecenas voor Jan IJsseleuvel. Hij constant kwamen er opdrachten. In diezelfde periode dat die lamp gemaakt werd door IJsseleuvel, werd het nieuwe huis van Goudriaan gebouwd. Een fantastisch groot huis naar een ontwerp van de architect Kromhout. En dat werd ingericht door allemaal bekende ontwerpers. En daarvoor was dus uiteindelijk ook die prachtige kroon bestemd en hij kreeg een plaatsje in de muziekkamer. Het resultaat was uiteindelijk dus echt een enorme monumentale lamp met heel veel details, die vooral belangrijk is door het prachtige fries, zo'n band met voorstellingen waar het licht doorheen schijnt. En dat was echt inderdaad iets heel erg bijzonders, want de techniek die hij daarvoor had gebruikt was dat venster in maille. En venster emaille is een hele moeilijke techniek die bijna niemand beheerst. Kijk, als je gewoon emaille maakt, heb je altijd een metalen plaat en daar breng je emaillepoeder op aan en dat doe je in de oven en dan smelt dat op die onderlaag vast. Bij venster emaille heb je een metalen plaatje met een gat erin en moet dat gat gevuld worden met emaille. En dat is dus, dat kan je voorstellen, dat is natuurlijk super moeilijk om dat precies voor elkaar te krijgen. En dat kostte dus uren tijd. Dat was echt zo ontzettend arbeidsintensief. Dat is onvoorstelbaar. Dat zou je nu nooit meer zoiets maken eigenlijk. De bedoeling was dat hij een kroon zou maken voor 4500 gulden. Uiteindelijk stuurde hij Goudriaan een rekening van 36.371 gulden en 55 cent. Nou, daar schrok die Goudriaan natuurlijk wel even van. Dus de briefwisseling die intensiveerde in die periode. En IJsseleuvel ging helemaal voorrekenen van hoe die tot dat bedrag was gekomen. Hij ging de uren van de mensen die hem hadden geholpen, wat er maar liefst 8 in totaal waren. Hij sprak over de 800 schakeltjes, de 700 nopjes, de 500 kastjes, de 2000 uren die besteed waren aan het venster in Marina. Alles werd toegelicht en in principe klopte dat wel. Dan kwam je inderdaad op dat bedrag en dan hield hij er zelf eigenlijk amper iets aan over. Maar als je een lamp bestelt voor 4500 en je komt aan een rekening van 36.000 en nog veel meer, ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nou, toen is er een eindeloos heen en weer schrijven geweest. En uiteindelijk zijn ze op het toch nog respectabele bedrag van 30.000 uitgekomen.